Op nummer 5 staat iets van de categorie hè, eindelijk. En dat heeft te maken met dat ik veel bookmarks gebruik om te switchen tussen bijvoorbeeld budget en vorig jaar. En om dus dan die elementen te, te verbergen en zichtbaar te maken, heb ik die selection pane nodig. Echter, heel veel elementen hebben dezelfde naam. Dus bijvoorbeeld tekstboxen en plaatjes, ja, die hebben allemaal dezelfde naam. En voorheen moest ik dan altijd via de titel... Aanzetten, naam geven, titel weer uit. Het was heel omslachtig. Nu kan ik gelukkig eindelijk gewoon dubbelklikken en zeggen: dit is de hoofdtitel. Dus geen tekstbox, maar ik noem het hoofdtitel. En dit plaatje dat is het logo. Dus gewoon door te dubbelklikken kan ik het doen. En wat ze ook hebben toegevoegd is dat je meerdere elementen in één keer kan kiezen, door de shift-knop of door de control-knop ingedrukt te houden. Dat kon voorheen niet. Op nummer 4 staat voor mij verbetering rond Drill-through. Een drillfroe is eigenlijk dat je van een bepaald totaalcijfer naar de onderliggende details gaat. Dus bijvoorbeeld je ziet de omzet, maar je wil naar de onderliggende facturen. En het voordeel van een drillfroe is dat hij alle filters meeneemt van waar je vertrekt. Voorheen kon zo'n drillfroe alleen naar een ander blad binnen hetzelfde rapport, maar vanaf april kan je dat nu ook doen naar een heel ander rapport. Het moet wel in dezelfde werkruimte zitten dus ik heb hier bijvoorbeeld een nieuw rapport gemaakt en dat bevat de details van een merk. Nou, om deze gereed te maken voor een drillfroe vanuit mijn eerste rapport moet ik eerst onder drillfroe zeggen dat het een cross report moet ik eerst onder drill zeggen dat het een cross drill is. dus ik zet dit schuifje zet ik om en zoals altijd zet je hier het veld neer waarop je de drillfroe uitvoert dus in dit geval de merknaam. En stel dat ik nu vanuit dit eerste rapport op merk wil kunnen drill in goed Nederlands, naar het andere rapport. Kan ik dat hier in de opties doen, binnen desktop, maar ik kan het ook online bepalen. Dus dit is bijvoorbeeld mijn werkruimte. Die eerste twee zijn de rapporten die naar elkaar moeten koppelen. Dus ik kan onder dit tandwiel bij het eerste rapport hier zeggen cross report drill through. Uh, moet je dat aanzetten of niet. Dus je kan hier onder de opties, onder Cross Report drill through, kan je dat aanzetten. Dus als ik dat doe en ik doe Save en ik open dat rapport hier, kan ik nu als ik rechte muisknop druk op dit merk. Nee, doet hij dus niet. Dus ik zie hier de twee rapporten staan. Dus ik wil vanaf hier naar die merkdetails kunnen klikken en om dat te kunnen doen moet ik naar het tandwiel gaan, bij hetgeen waar vandaan in klik. En moet je onder Cross Report Drillful nog wel eventueel dit aanzetten, dit schuifje. Want alleen dan kan je naar een ander rapport doorklikken. Dus als ik deze nu open, en ik druk op rechter muisknop op een willekeurig merk, dan zie je nu through en zie je Merkdetails. Dus je ziet de naam van het rapport en daarna het blad binnen dat rapport. Dus als ik daarop klik, dan opent hij het merkdataai met alleen voor All My Back. Nummer 3 is iets wat in maart is geïntroduceerd en dat heeft te maken met een datumherigie. Als je zoals hier één tabel hebt met een datumveld erin, datum gepost bijvoorbeeld hier. Dus bijvoorbeeld hier datum gepost. Dan was het voorheen zo dat als je die sleepte naar een tabel toe, dat je gelijk een herigie kreeg hier van jaar, kwartaal, maand, dag. En als je dan weer maand nodig had, dan moest je eerst weer jaar en kwartaal weghalen. En dan dag. In het verleden was het zo dat als je bijvoorbeeld datum gepost in je data zet. en die sleep ik naar een nieuwe tabel. Uh, ik zet er even. en ik zet er even een meetwaarde bij. En dan zag je altijd zo'n hiërarchie van begin het bij jaar. en dan kon je naar kwartalen, naar maanden en dagen. Maar nu hebben ze een datum automatisch dat je hem kan openklappen en dat je kan zeggen ik wil eigenlijk alleen maar de maanden hebben en dan de maanden kan je slepen naar een tabel. Dus dat scheelt een aantal stappen. Dus je kan zelf het niveau kiezen wat je wil gebruiken. Op nummer 2 is dat een hele mooie verbetering die je in staat stelt om eigenlijk vanuit elke type object, dus een knop, een afbeelding of een vorm door te linken naar iets binnen Power BI of daarbuiten op een dynamische manier. In maart was het nog uh, statisch. Dus dan kon je bijvoorbeeld bij deze knop zeggen van nou open het merkrapport. Ik laat het even zien. Dus dat zit onder de actie. Kon je dan een bepaalde URL kon je daar uh, weergeven. Waar je naartoe moet klikken. Maar ik kan die nu ook dynamisch maken. En dat doe ik als volgt. Ik kopieer deze knop even naar een nieuwe. Ik zeg, geen, ik zeg dit is geen statische knop meer, maar dit wordt een dynamische knop. En vervolgens ga ik onder web URL kies ik op deze drie puntjes voor Conditional Formatting. Maar voordat ik daar naartoe ga, een randvoorwaarde is dat ik eerst een meetwaarde maak met de dynamische link. Bijvoorbeeld titel van het merkrapport, dus ik wil naar het merkrapport doorlinken. En die bouw ik op door eerst een stukje te doen van wat is de URL van het rapport. En daarachter zet ik wat filters, dus bijvoorbeeld merk wat ik nu op dit moment gekozen heb. En dan ga ik weer naar die knop toe. Ik ga naar acties. Druk ik op die drie puntjes bij web URL en op conditional formatting. En dan kan ik een veld kiezen waar die naartoe moet. Dus ik doe hier titel. Titel Merkrapport. Oké. Okay. En nu verwijst hij, dat zie je hier ook, naar een dynamische link. Dus als ik deze vervolgens publiceer naar online. Nu staat hij dus online. En stel dat ik een merk kies, bijvoorbeeld Karel, en vervolgens op die knop, dan neemt hij dus die filter van Karel neemt mee naar het rapport toe. En zie ik dat hij het merkrapport nu ook opent op Karel. Maar dit kan je dus met allerlei URL's doen, het hoeft niet specifiek Power BI te zijn. Ik denk dat dit heel veel nieuwe mogelijkheden geeft om tussen rapporten nog beter uh, te combineren. Ik denk dat dit heel veel mogelijkheden geeft om nou ja, meerdere rapporten die je hebt op een slimme manier aan elkaar te koppelen. En op nummer 1 staat iets wat eigenlijk heel erg te maken heeft met wat ik net hiervoor besprak. Want dezezelfde dynamiek kan je nu ook doen in alle titels. En je zag hierboven zag je, al steeds de hoofdtitel bijvoorbeeld staan, die mee veranderde met het merk. Maar dat kan je ook doen nu bij grafiektitels. En dat vind ik een hele mooie verbetering, want ik was voorheen altijd. Ja, en dat vind ik een hele mooie verbetering, want voorheen als ik een beetje een dynamische titel wilde hebben, dat ik in de titel bijvoorbeeld wilde laten zien van naar welk merk ben ik nu aan het kijken, dan moest ik altijd een soort kaart erboven die grafiek weer plaatsen en kon dat niet in de titel zelf. Maar nu kan dat gelukkig eindelijk wel. Dus als ik bijvoorbeeld deze pagina neem en dat ik wil dat de omzet per maand dat die titel verandert met afhankelijk van welk merk ik heb gekozen, dan kan ik net zoals ik net deed bij die URL, kan ik naar een titel gaan en daar nu ook een dynamische titel kiezen maar ook hier heb je dus eerst even nodig dat je een nieuwe meetwaarde maakt dus dat ga ik eerst doen dus ik maak nieuwe meetwaarde en dat noem ik titel trend merk en dan zeg ik omzet per maand en select het value Dat is mijn dynamische titel. Vervolgens ga ik naar mijn grafiek, ik ga naar titel en ook hier heb je dus die drie puntjes, conditional formatting en kies ik net als net titel trend merk. Oké, okay. nu zie je omzet per maand, want ik heb geen merk gekozen, maar zodra ik hier nu een merk kies, Mut jeans, zie je dat hij dat in de titel erbij zet. En ik denk dat dit in veel gevallen nuttig kan zijn om net iets meer aan de lezers duidelijk te maken waar men nu naar aan het kijken is. En je kan natuurlijk net zoveel variabelen meenemen als je zelf wil. Ik vind het leuk om te horen in de commentaar wat je zelf de leukste nieuwe functionaliteiten vindt. En of je wellicht nog suggesties hebt voor mij om dingen nog wat anders en nog wat beter te doen. Dat hoor ik graag. En graag tot de volgende keer. Hoi!